De aarde warmt op doordat we met elkaar te veel fossiele brandstoffen gebruiken. Ook raken deze fossiele brandstoffen op, ze zijn eindig. Om onze omgeving leefbaar te houden voor mens en dier, is er actie nodig. Acties die zorgen voor een schonere omgeving, waarbij de natuur niet wordt uitgeput, zodat niet alleen wij nu, maar ook mensen en dieren in de toekomst nog lang en gezond op de aarde kunnen leven. Dit kun jij allemaal doen. Van alle energie die we in Nederland verbruiken, wordt ongeveer 40% in onze woningen verbruikt. Vrijwel alle woningen worden verwarmd met fossiele brandstoffen. Hier kan dus veel energie bespaard worden. Afhankelijk van het bouwjaar en type woning zijn er verschillende isolatiemogelijkheden. Vraag hiervoor een advies aan bij een duurzaam bouwloket of laat een warmtescan doen bij Zaanse warmtescanners. Je kunt hierbij denken aan dakisolatie, een groen dak spouwmuurisolatie, vloerisolatie en isoleren triple HR glas. Deze maatregelen besparen niet alleen energie, maar verhogen ook het comfort in je woning en zorgen voor een hogere woningwaarde. Ook zijn deze maatregelen duurzaam. Zowel huurders als kopers kunnen kleine energiebesparende maatregelen toepassen. Je kunt dan denken aan tochtstrips, LED lampen, het inregelen van je cv ketel en radiatorfolie. Door bij een groene energieleverancier energie te kopen, stimuleer je de verduurzaming in Nederland. In je eigen huis kun je duurzame energie opwekken door zonnepanelen of warmtepanelen te plaatsen. Een hybride warmtepomp kan duurzame energie opwekken door warmte uit de lucht of uit de grond te halen. In onze gemeente zullen we ook op zoek gaan naar andere plekken om energie op te wekken door middel van wind en zon. Meer informatie hierover staat in de regionale energiestrategie. Heb je geen dak waarop energieopwekkers geplaatst kunnen worden, maar wil je wel wat doen? Wil je jouw kennis verder inzetten voor de energietransitie? Wil je de baten van opgewekte energie lokaal houden? Zet dan een energiecoöperatie op of sluit je hierbij aan? Wil je wel verduurzamen, maar ontbreekt het je aan de middelen om dat te doen? Kijk dan eens of een duurzaamheidslening iets voor jou is. De meeste woningen in onze gemeente worden verwarmd met aardgas. Een aantal maakt gebruik van een houtkachel. In 2050 is het de bedoeling dat we geen aardgas meer gebruiken. Dat lijkt ver weg, maar het is belangrijk om je daarop voor te bereiden. Maak dus een plan voor jezelf. De gemeente heeft in een rapport beschreven welke technische mogelijkheden er voor onze gemeente zijn om geen aardgas meer te gebruiken. Ook is er ingeschat wat het minste kost. Meer informatie hierover kun je vinden in de Transitie Visie Warmte. Er zijn individuele en collectieve oplossingen. Bij een individuele oplossing kun je denken aan isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp. Bij een collectieve oplossing kun je denken aan een warmtenet. Een collectieve oplossing kan goedkoper zijn, maar dan moeten er wel veel mensen tegelijk meedoen. Hier kun je over nadenken met jouw buurt en er een plan voor maken. De gemeente kan je daarbij helpen. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, er zijn al veel mensen jou voorgegaan. Ga bij mensen op bezoek die hun huis al hebben verduurzaamd. Jaarlijks is er een duurzame huizenroute waar je inspiratie op kunt doen. Door klimaatverandering krijgen we zomers vaker te maken met hevige buien en winters met langdurige neerslag. In beide gevallen kan dit leiden tot wateroverlast door het onderlopen van straten of overbelasting van het riool. Als de riolering en het watersysteem vol raken, komt regenwater via riolering, greppels en bodem in het open water. Om wateroverlast in je eigen omgeving te beperken, kun je denken aan het plaatsen van regentonnen en het vergroenen van je tuin. Door het weghalen van bestrating bevorder je het vasthouden van regenwater en infiltratie in de bodem. Ook kun je denken aan het afkoppelen van je regenpijp van het riool. Door je regenpijp af te koppelen van het riool help je mee om wateroverlast door overbelasting van het riool te voorkomen en om droogteschade te beperken. De extreem hete zomers van 2018 en 2019 liggen nog vers in het geheugen. Het ene na het andere hitterecord sneuvelt. En de klimaatscenario's van het KNMI laten zien dat de zomers de komende jaren alleen maar warmer worden. De impact laat zich vooral voelen in bebouwde gebieden met weinig groen. Deze gebieden vormen hitte-eilanden, waar de gevoelstemperatuur op een hete dag wel 10 graden hoger kan zijn dan in gebieden met veel bomen. Tijdens een hittegolf koelen zulke gebieden nauwelijks af. Dit kan leiden tot hittestress. Hittestress heeft invloed op onze gezondheid. Denk aan slaapproblemen, concentratieproblemen en uitdroging. Om de gevolgen van hitte in je eigen omgeving tegen te gaan, kun je denken aan het vergroenen van je tuin of buurt. Tegels eruit, planten en bomen erin. Vooral grotere bomen zorgen voor schaduw en verkoeling. Maar alle beetjes helpen. Bijkomend voordeel is dat bomen bij hevige buien regenwater goed kunnen vasthouden, omdat de wortels de bodem poreus maken. Dit voorkomt wateroverlast en vermindert lokaal de effecten van droogte, doordat de verdamping uit de bodem daalt. Verduurzaming is nodig, maar hebben we niet in één dag geregeld. Kijk daarom goed welke mogelijkheden jij kunt doorvoeren en ook vooral wanneer je dit kunt doen. Maak een plan en begin klein. Dan bouwen we samen aan een duurzame toekomst.